Suriname heeft gisteren het nieuwe jaar ingeluid en ook enkele nieuwe burgers mogen verwelkomen. In totaal zijn er op 1 januari 17 kindjes geboren. In het Zeelands Hospitaal is de eerste baby verwelkomd, een jongen. Hij is bijkans 1:30 in de ochtend geboren. Later op de dag zijn er nog 7 baby's geboren in het Zeelands Hospitaal. Het Academisch Ziekenhuis heeft 6 baby's verwelkomd, terwijl het Diakonessenhuis 1 baby ter wereld heeft geholpen. In het Moengra Streekziekenhuis zijn er 2 kindjes geboren. Audrey Kromopaviro is verloskundige in het Zeelands Hospitaal. Zij zegt dat er goede voorbereidingen waren getroffen om de eerste baby te verwelkomen. Moeder is goed naar huis en baby ook. En voor het eerste dag hebben we er 8 bevallingen gehad. Waarvan 7 jongens en 1 meisje. Om 1:28 heeft mijn collega dan de eerste baby eruit gehaald voor het nieuwe jaar. Maar de voorbereidingen ernaartoe, die waren er wel. Ze waren wel redelijk. Mijn collega's waren er goed op voorbereid. Verder zegt verloskundige Kromopaviro dat het Zeelands Hospitaal steeds meer een trekpleister wordt voor bevallingen. Dat komt volgens haar door de constante vernieuwingen binnen het ziekenhuis. Eén daarvan is de bevalling in water. We hebben een aantal waterbevallingen gehad. De moeders hebben het heel positief ervaren. Er zijn ook een aantal die steeds vragen van, ik wil waterbevalling hebben. En dan regelen we het met onze collega's. En dan wordt het gedaan. En ze hebben het tot nu toe heel goed ervaren. We hebben het tot nu toe maar 1 badje. Als we ze zien op de prenatale poli en ze het aangeven dat ze graag een waterbevalling willen, dan noteren we het op die kaart. Zodat we dan eens op de verloskamer komen, dat we al zicht hebben dat ze een waterbevalling wensen. En indien ze een goede ontsluiting hebben en het geschikt is dat ze in het bad kunnen, dan wordt het geregeld. Mijn wensen voor het nieuwe jaar is dat we onze schouders blijven zetten onder het werk en samen met de gynaecologen. Vanaf de prenatale poli, de moeders, het hele gezin eigenlijk begeleiden en het eindproduct een goede baby naar huis sturen. Zodat moeder en kind samen met de partner goed naar huis kunnen en een gezin volledig maken. Dus wij zorgen ervoor dat wij het product hier goed afleveren. En of dat we zelf ook want de persoon stelt het vertrouwen in ons en wij bieden het vertrouwen. Dus vandaar. Dat wij ook meewerken dat alles goed verloopt in samenspraak met de zwangeren en ook met onze gynaecologen. Verloskundige Audrey Kromopaviro van het Zeelands Hospitaal. Wij spraken met haar over de komst van de eerste baby dit jaar. Vorig jaar zijn er 3.415 baby's geboren in dit ziekenhuis. Totaal zijn er in 2019 bijkans 10.000 kindjes geboren.